Welkom bij een nieuwe editie van Ken je deze nog? Je weet wel, de oude games die wij als GameKings presentatoren thuis hebben en dan meenemen en die iets voor ons betekend hebben. Of er is iets speciaals aan de hand. En vandaag hebben we een hele speciale gast. Het is namelijk niemand minder dan Joey. Yes. Ja, je bent eigenlijk geen gast meer. Je bent gewoon one of the family. Yes, nog vetter. Maar heel veel mensen willen natuurlijk gewoon van alles van je weten. En leek me eigenlijk wel leuk, ook omdat ik het zelf een beetje wil weten natuurlijk, van wat gamede jij vroeger vooral en wat waren nou jouw... Hè, we hebben een aantal games. Je hebt er 3 meegenomen. Ja. Maar we gaan er meer bespreken die echt iets voor jou betekend hebben. Zodat je eigenlijk een beetje weet, net zoals bij alle andere GameKings presentatoren, wat speelt hij nou? Wat zijn zijn favoriete genres? Wat haat hij? Wat vindt hij ontzettend leuk? En dan weet je een beetje wat zijn smaak is. Het wordt een beetje een algemeen verhaal, dus we komen wel bij die games uit. Wanneer ben jij begonnen met gamen? Hoe oud was je toen? Ja, heel jong. Maar dat was dan kwam mijn vader met, die had een floppy. Je had een floppy, ja? Die ging in de PC. Die begon dan te kraken. Zo en dan waren er heel veel games stonden er op de floppy. Oh, oké, ja. En was dat een harde floppy of een zachte floppy? Dat was een hard floppy wel. Een harde floppy. Ja, ja, oké. Dus ja, nee, want je had ook nog die hele zachte eerst. Nee, ik ben denk ik van de harde floppy. De harde floppy. En jij speelde dan op de PC. Ja. Toetsenbord, muis. Ja. Veel toetsenbord. Ja. Ja, dat waren gewoon, dat waren spelletjes als, ja, wat stond erop? Ja, ik heb er ook wat van meegenomen, maar dingen als Freddy Fish, daar begon het mee. En de weet ik veel, de C-zaadjes van oma of zo, die je moest verzamelen. Maar ook veel Disney games, de Aladdin, die dan, volgens mij was dat een SNES of een NES game, maar die hadden wij dan ook op PC. Ja. En dat. En okay. Commander Keen, dat vond ik ook heel erg vet. Het stond allemaal op hetzelfde floppy. En ik denk dat dat mijn eerste game-stapjes zijn. En dat had niet zoveel te maken met mijn persoonlijke smaak. Dat was gewoon wat daar dan op stond. En dat nam mijn vader mee van werk, denk ik. Oké. Ik heb Freddy Fish nog vertaald. Echt? Ja, serieus. Voor het Nederland. De liedjes ervoor geschreven. Als er liedjes in zaten en dat soort dingen allemaal. Niet heel lang hoor. En dat waren geen floppies. Dat waren al, volgens mij was dat de CD. Want inmiddels heb je er geloof ik al 400 Freddy Fish games. Ja, volgens mij wordt het nog steeds gemaakt. Nog steeds gemaakt. Maar op een gegeven moment wilde jij, want eigenlijk is het bij iedereen zo een beetje gebeurd, dat het iemand was in de familie of een vader die met dingen thuis kwam. Ja. En toen ging hij dat spelen. Alhoewel bij mij niet zo was en mijn broers ook niet. Maar dat komt omdat wij, toen we heel jong waren, waren er nog niet echt games. Nee. Jij bent natuurlijk, je zit in de 30. 30. Ja, precies. Dus dat is kop af. Dat hielp al mee. En toen op een gegeven moment ging je natuurlijk gewoon je eigen smaak ontwikkelen. En ging je om games vragen / zelf kopen. Ja. Weet jij nog wat de eerste game is geweest die je gekocht hebt? Ja, die heb ik meegenomen. Die heb je meegenomen. Dat is dus de Muppet Treasure Island game. Muppet Treasure Island. Nou, en daar mijn kop ontplofte toen ik dit zag. Want, ja. Want ze hebben zeg maar, dat is een film natuurlijk. Ja, ik ken de game. En ze hadden de stukjes uit de film. Ze hadden gewoon de poppen, die waren daar echt, zeg maar. Dus het staat nu al heel lang stil, geloof ik. Maar ja, kijk, dus je had zeg maar, er was dan een soort van, het was een soort Treasure Island, Freddy Fish-achtig ding. Ja. Maar de Muppets, die waren real. Ja. En dan kon mijn kinderbreintje, die kon daar niet bij. Die vond dit was voor mij wat realistischer kon niet. Want het was precies zoals in de film. Het is point and click volgens mij. Het is een point and click game. Ja. En het had ook volgens mij tot 2 of 3 discs. En dat maakte het voor mij nog een soort van extra avontuur. Want het was op een leeftijd dat nog van, wow, op een gegeven moment moet je een extra disc erin doen. Nou, dat was dan alsof ik de schatkaart had gevonden. Dus ja, dit is het eerste wat ik echt zelf kocht. Ik weet daarvoor, mijn ouders hadden vrienden in Scheveningen en die hadden dan Donkey Kong Country en DuckTales. Yeah. Dus dat is mijn eerste echt aanraking dat ik dacht van, oh, dit is vet. Maar dit is het eerste wat ik zelf kocht. Het niet zelf, mijn ouders kochten het, maar wat ik vroeg van, mag ik dat hebben? Het grappige was, dit is, dat vind ik heel leuk, want je had op een gegeven moment in die tijd, had je of die pixelachtige games, of dus inderdaad wat meer fotorealistisch, bijna filmachtige games, maar dat was echt point and click. Want dan hoefde je niet zoveel te doen. En dat kon allemaal nog wel op een disky. Ding als Phantasmagoria en dat soort zaken allemaal. Die stukjes film in games, dat zijn we daarna, eigenlijk is dat gewoon verdwenen, is nooit meer teruggekomen. Dat is een tijdje geweest dat dit was inderdaad, ik ken deze game. Dit was ongelooflijk mooi in vergelijking met wat op dat moment ook nog gemaakt werd. Nou, het ziet er natuurlijk nog steeds gewoon goed uit. Ja. In a way. Maar het stelt, gameplay-wise stelt het een plaatje voor. Maar ja, voor mij speelde ik die film die ik al heel erg vet vond. Want ik vond de Muppets gewoon vet. Ja. En ja, wat ik zeg, het moest alsnog op 3 discs volgens mij. Dus het was misschien nog best wel zwaarder dan dat ik het nu voorstel. Ja.
Nou ja, ik vond dit echt, ik vond dit zo vet. Ja. Nou ja, dit is meestelijk. Ik kan me dat helemaal voorstellen. En ik moest het ook met mijn ouders spelen, denk ik. Want het was volgens mij gewoon in het Engels. Dus ik begreep ook helemaal niet. Ik klikte overal op tot er iets gebeurde. En dan soms ging je ineens. Hoe oud was je toen, denk je? Ja, volgens mij is dit wel... In mijn hoofd is dit, was ik hier nog wel echt heel jong. Ja. Was ik echt dat je samen met je ouders speelde, zeg maar. Precies. Nee, mijn eerste baantje was dus eigenlijk het lokaliseren van dit soort games. En ja. Dus ook Freddy Fish. Want heel veel was in het Engels... En die markt, ja, lokaliseren was gewoon eigenlijk duur. En mensen verdienden dat niet terug, want Nederland was nog een hele kleine markt. Zoveel mensen gamen allemaal niet. Dus van dit soort games waren gewoon eigenlijk compleet in het Engels. Ja, en als kind, ja, gewoon klikken. Op een gegeven moment, je kwam er altijd wel uit op een of andere manier. Misschien is dat ook fantasie. Ja, het maakte ook niet zoveel uit inderdaad. Nee. Want je was gewoon blij dat je... het was een feest der herkenning. Ja. Je had die film al gezien en dan zag je... oh, dit zit ook in de film. En ze praten een beetje tegen je. En dan verzin je in je hoofd wat ze zeggen. En je kent het verhaal uit de film. Dus je weet wel ongeveer wat er gebeurt. Ja. En het is ook visueel, is het ook wel, maakt het zichzelf wel duidelijk. Dus het is niet per se waarschijnlijk. Ik weet helemaal niet of het goed is. Als ik dit nu ga spelen. Ik zou heel benieuwd zijn of ik dit nu nog zo vet zou vinden. Nah. Waarschijnlijk ben ik ook binnen 10 minuten doorheen geklikt. Dat zou kunnen. Maar die games uit die tijd, die point and clicks. Ik vind dat nog steeds Myth en zo. Weet je, Myst. Dat waren best wel goede games. Alleen dat was gewoon qua techniek. Het waren gewoon afbeeldingen met stukjes interactie erin. Dat konden ze maken. Of het werd inderdaad die pixelachtige dingen en die vond ik vaak niet zo tof omdat ik kon niet door die pixels heen kijken. Ik zag niks. En ik qua fantasy hier zat ik meteen in omdat het realistisch is. Ja, ik kan me nog je had natuurlijk Treasure Island had je, maar dat is denk ik wel eerder geweest. Ja. En je had Indiana Jones had je ook zoiets, maar ik vind dit ik word gewoon blij door ervan naar te kijken. Dit is echt mijn jeugd. Ja, op de PC. Totally. De volgende game die we gaan zien, dat doet me aanbelanden bij een vraag. Was jij een thuisgamer of was jij veel meer een handheld gamer of eigenlijk allebei? Dus oftewel, je gamede waar je maar kon. Ik gamede waar ik maar kon. En dit we gaan naar de Game Boy toe en dat is nog echt, dus dat is nog een tijd voor, dit is mijn eerste console in a way. Okay. Want daarvoor was het dus gewoon de PC van mijn vader. Ja. En daar mocht ik spelletjes... Dit ging je Game Boy aan, had je al dat vette Nintendo. En in mijn hoofd zat hier de Batman 89 soundtrack onder. Maar we hoorden net, het was... Maar dit was zo vet. En je was gewoon Batman. En het slaat ook nergens op, want Batman die schiet. Ja. Batman schiet niet. Dus kijk dan. Ik kwam nooit verder dan level 1. Ik ben nog nooit verder gekomen dan level 1. Maar ik ging met mijn Game Boy op vakantie. En dan speelde ik gewoon 100 keer level 1. Dan ging ik weer dood. En dan omdat het te moeilijk was? Ja, ik was gewoon een imbeciel. Okay. Maar ik kwam dit level, daar kwam ik dan nog wel doorheen. En daarna was je in de fabriek. Ja. En op een gegeven moment kwam je de Joker tegen. En daar hield het wel echt. Dat vind ik of dat was toen nog niet de Joker. Dan moet je eigenlijk wel een keertje voorbij nu. Ik moet dit een keer gaan spelen. Kijk, hij schiet ook gewoon. Ja, het is waarschijnlijk gewoon een andere game waar ze op het eind dachten, we plakken de Batman op. Ja. Maar dit, voor mijn gevoel was ik Batman. En dat is, later heb je natuurlijk de Arkham-serie gehad. Ja. En Batman is ook gewoon helemaal, het is mijn my hero. Ja. Ik lees nog steeds de comics. Ik was zelfs fan van de super slechte Batman Forever film en Batman en Robin. Dat was gewoon, mijn pa vond het tof. En dus vond ik het ook tof. Ja. En ik vind Batman nog steeds tof. Hij had gelijk. Hij zat spot on. Ik vind dit de vetste hero die er is. En dit is mijn eerste aanraking. En ja, het is gewoon vet. Als kind was het heel vet om dat dan te kunnen zijn. En zo voelde dat. Jij hebt de voorliefde voor platformgames. Ja. Oftewel, ik weet niet of je er nu bij staat. Ik zit even te kijken en ik zie hem er niet bij staan. Maar bijvoorbeeld, ben je dan ook een Mario-fan? Ja, maar ik heb vooral... Dus je hebt een aantal games meegenomen die we laten zien. Ik ben niet opgegroeid met Nintendo. Dus dat is een beetje... Ik had dan natuurlijk wel de Game Boy en daar had ik ook Mario op. Maar ik vond bijvoorbeeld Batman vond ik zo vet. Dus dat speelde ik. Ik had Teenage Mutant Ninja Turtles erop. Dat was ook heel vet. Dan was je alle vier de Ninja Turtles, ondanks dat ze precies hetzelfde eruit zagen. Maar die games, gameplay-wise, weet je natuurlijk niet als kind. Maar die waren natuurlijk eigenlijk slechter dan de Mario-platformers. Tuurlijk. Kon je toen was het gewoon belangrijker voor jou dat het vette characters waren en je eigen wereldje. Terwijl nu zie je wel van, maar die Mario-platformers, dat is wel het ultieme. Ja. Tuurlijk, en dat kan je nu ook nog steeds spelen. Maar de nostalgie zit er voor mij iets minder in. Omdat we kwamen dan wel bij vrienden die dan Donkey Kong Country of zo. Daar heb ik wel een liefde voor, omdat dat nostalgie er zit, dat ik daarheen ging en dat ik dat dan mocht spelen. Maar we hadden dat thuis niet. Ah, en dan heb je er toch een ander soort band mee. En later natuurlijk wel... vanaf de GameCube
met Nintendo gaan gamen. Mm-hmm. Maar dat was, ja, dat is toch, dan mis je net een beetje die nostalgie en die liefde voor die karakters. En dat is later pas gekomen. Ja, want dan ook, dit is 3D platformen. Mm-hmm. En dan gaan we eigenlijk wat meer de kant, want als ik jouw lijstje zie, ben je een Sony-man geworden. Ja. Crash Bandicoot Trilogy. En ik vind het ook heel erg leuk. Ik ben meer van de games die hierna komen. Hè. Dan gaan we straks naar Jack and Dexter. Ja. Maar dit soort... Ja, hoe kwam je aan de PlayStation dan? Heb je die zelf gekocht? Heb je die gekregen? Nee, ik denk dat ik toen een jaar 8 was. Oké. Okay. En ik weet nog dat we waren op visite bij mijn oma in de tuin. En toen kreeg ik een cadeautje, want ik was jarig. Aha. Denk ik, of bijna jarig. En toen kreeg ik Crash Bandicoot 1. Ja. Voor de PlayStation. En ik begreep daar helemaal niks van, want ik had helemaal geen PlayStation. Dat is handig van je dus oma. Mijn oma wist niet dat de PlayStation later kwam. Dat dat nog een verrassing was. Dus de verrassing was een beetje verpest. maar toen kreeg ik dus een PlayStation 1. En daar kreeg ik Crash Bandicoot bij. En dit is een soort van... Het is de Looney Tunes... Meet gaming. Ja. En ik vind het ook, het steltje werkt nog steeds in a way voor een PlayStation 1 game. En hij is geremaked een tijdje terug en ik speel dit nog steeds elk jaar. Ik speelde eerst de oude versies nog elk jaar. En nu. Waren wel kritisch op die remake. Een soort van, ik weet het niet. Hij zit volgens mij nu ook bij... Hij is mooier. Dus dan... Zit hij nu bij Activision? Maar dat weet ik niet. Maar goed. Ja, nou, hij is van hot naar her gegaan. Ja. Maar hij is nu weer in goede handen. Ik vond Crash Bandicoot 4 ook best wel vet. Ja. Mensen zeggen, het is te moeilijk. Want het is eigenlijk een hele simpele game. Totdat je alle doosjes wil verzamelen. En ik vind die ik wil alle doosjes verzamelen. Ja? Ik heb dat met geen enkele game. Maar bij Crash Bandicoot wil ik alle doosjes verzamelen. Alle doosjes, een completionist. En ik speelde alleen maar dit soort games ook. Als ik naar mijn PlayStation 1 lijstje kijk. Je had Krok, had je bijvoorbeeld in de tijd. Ik weet niet of het de Gobbles of zo. Ja, ja. Het was eigenlijk ook gewoon dit. Toy Story 2, dat was je best Lightyear. Vond ik ook super vet. Spyro, precies hetzelfde verhaal. Ja, Muppet Monsters, vond ik ook heel leuk. Ik was een guy. Dus ik speelde op de PlayStation 1, waren het wel echt dit soort games. Ja. En ik denk dat die ook wel, als je kijkt naar... Die hebben ook wel de tand des tijds het beste gehaald. En dat ze een steltje hebben gekozen, wat gewoon nog heel goed werkt nu. Het is natuurlijk ook van... Je was nog heel erg jong, dus je bent helemaal niet bezig met gameplay. Het gaat gewoon van, wat vind je er leuk uitzien? Ja. Wat past bij je? Is het ook zo dat heel vaak het eerste wat je krijgt... Dat altijd een speciale herinnering bij je blijft. Dat denk ik zeker. Ja, precies. Dus het feit dat jij... de eerste game is Crash Bandicoot. Want de volgende game is Jack and Dexter. En eigenlijk ben je toen, ook omdat je als eerste een PlayStation kreeg... ben je een beetje PlayStation gaan blijven volgen. Ja, bij PlayStation 1 was het denk ik gewoon... omdat we dat was nog de tijd dat je games... dat je het niet kocht. Nee. maar dat je iemand kende die dan het voor je op schijf zette. Ja. Dus ik denk dat de reden is dat we überhaupt een PlayStation 1 hebben gekregen. En ik was gewoon loyaal. Ja. En ik moet ook... Kijk, ik hield van platformers, ik hield van dit steltje. Nintendo was ik gewoon niet mee opgegroeid. Nee. Dus dan ben je op PlayStation meer... kom meer tot je recht dan de Xbox. En vrienden van mij hadden Xbox. En dan ging ik dan Xboxen. Okay. Maar ik was gewoon niet zo'n violent kid. Nee. Dus ik vond bij vrienden Halo spelen of zo... vond ik wel vet. Of echt shooters. GoldenEye-achtige dingen. Maar het was niet wat ik echt tof vond, zeg maar. Ik vond het eigenlijk vooral tof... Omdat ik dat dan voor mijn vrienden tof moet vinden. Omdat het niet cool is om... Jack and Dexter te spelen en Quack Attack. Als je, ik veel 11 bent. Maar je houdt dus eigenlijk... Het is allemaal een beetje een soort van... comic, strippy, het is cartoony, cutie, cartoony. Cute in a way. Maar wat ik wel vet vind aan Jack and Dexter is dat hij... Ik heb voor het eerste deel gekozen. Want ondanks popular beliefs vind ik dat nog wel echt het sterkste deel. Ja, de precursor legacy. Ja, maar ze zijn voor die deel 2 en 3 zijn ze wel echt de andere kant op gegaan. Toen zagen ze Ratchet & Clank. Toen dachten we, wij willen ook shooter shit. Ja. En dat is wel... Daardoor is deze serie wel echt... Ja, voor mij, er zit van alles in. Ja. En dat het werd cooler. Dus dit is echt een vooruitgang op Crash Bandicoot. Is natuurlijk ook Naughty Dog. Ja. En die dachten, wat gaan we nu? Nou, Crash Bandicoot, maar in een open wereld is het in a way. Mm-hmm. En daarna zijn ze daar een soort van Ratchet & Clank bij gaan voegen. En werd het ook een soort van shooter. Ja. Best wel vet verhaal, in mijn herinnering. Ik heb daar liefde voor gehouden. En dat is de tijd dat ik ook... de Ratchet & Clank vond ik ook vet. Ja. En Sly Cooper vond ik ook vet. Maar Jack en Dexter, ik vind Dexter een supercoole character. Ja. Ik vind de wereld mooi. Het is super divers. Het had nog Crash Bandicoot in zich, waar ik gewoon van hou. Dus dit was mijn ideale eerste PlayStation 2 game. En dit is denk ik ook de reden dat ik een PlayStation 2 heb gekocht, denk ik. Grappig. Volgende game is The Simpsons Hit and Run. Een PlayStation 2.
in mijn belevenis niet een mega briljante game, maar blijkbaar wel iets. Hou je ook van The Simpsons? In mijn herinnering wel. In jouw herinnering, ja, dat kan. En volgens mij is het ook best wel stiekem. Is het voor, nou ja, daar kom ik straks nog even op terug. Dat is meer dat ik reviewde in die tijd. We leefden in een tijd dat dat filmgames over het algemeen niet, die waren niet goed, niet heel goed waren. Nee. En dit is wel echt. Dit was mijn GTA. Okay. En het is ook echt GTA. Je had Springfield had je als stad. En, en dit komt na GTA 3 uit, hoor. Dus ik had GTA ook wel gespeeld. Dat vond ik ook vet. Maar wat ik zei, ik vond die violent vond ik gewoon niet zo vet toen. Nee. Dus dit was dan helemaal voor mij. En ik denk dat ik hier ook een jaar 13, 14 was. Ik vond The Simpsons al vet. Ja. En 2 jaar later kwam San Andreas uit. Ja. En toen ben ik gangsterrapper geworden. Nee, maar daar zit wel in een hele korte tijd een soort van omslagpunt in wat ik vet vond. Ja. Maar ik ben een laadbloeietje. Ja, en ik vond dit gewoon nog cool. Ja. En ik vind het, als ik het nu zie, vind ik het nog steeds wel cool. Ik weet het gewoon, wat het heel goed had, volgens mij zaten de original Simpsons guys daarachter. Ja. Dus de characters zaten heel goed in elkaar. Er zaten heel veel referenties in naar afleveringen, in outfits, verschillende auto's. En het was gewoon, net zoals dat in GTA fun kan zijn, was het ook los van de game zelf gewoon fun om in die stad rond te racen, dingen te slopen. Ja. En ja, in plaats van dat je dan random characters voor mij zag je al je favoriete karakters uit The Simpsons. Volgens mij schreef ik toen voor Power Unlimited op dat moment. En ik weet nog wel dat deze game of deze serie, want ik weet niet of het de eerste is, maar dit waren best grote games. Dit waren best grote releases. Dit was bijna een coverkandidaat. Ja. We zaten in die overgang van cartoony naar realistische 3D-graphics. En dit was populair. De Simpsons waren toen ook ontzettend populair op televisie. Ik weet niet of ze nu nog steeds nieuwe afleveringen maken. Ja, dit zijn niet kapot te krijgen. Het is niet meer goed. Al heel lang niet meer. Maar dit was nog wel goed. En dat weet ik wel. Het verhaal was nog goed. De humor was nog goed. Als ik het ook weer zie, het heeft zoveel. Het heeft wel gewoon een charme of zo. Het ziet er niet crappy of snel in elkaar gechased uit. Nee, ik heb, maar goed, dat ben ik, hoor. Ik denk altijd van holy shit, dat zag vroeger toch veel vetter uit in mijn beleving dan dat het nu is. Maar ik bedoel, voor die tijd, de wereld is nog best levendig. Dit is een game die voor mij ook best een grafisch sausje mag krijgen en gewoon opnieuw uit mag komen. Voor 30-40 euro. Het is waarschijnlijk geen full price game meer, maar ik kan me herinneren dat het, en het heeft ook best wel, ik heb vanochtend even gezocht natuurlijk, want ik moest die lijst in elkaar knallen. En het heeft best wel een following ook. Dus ik ben niet de enige die dit vet vond. Ik weet niet wie de licentie. Volgens mij heeft Ubisoft nog. Het is een tijd naar EA gegaan. En die hebben toen die cel-shade game gemaakt. Iemand heeft het verneukt. Volgens mij. EA heeft het verneukt. Ja, dat was het, ja. Want, laat dat maar aan EA over. Ja, laat dat maar aan EA. Dat kunnen ze altijd wel goed. Maar het ligt nu trouwens, de rechten van Fox zijn natuurlijk bij Disney. Dus ik denk dat de rechten bij Disney liggen en aan wie die het weer hebben gegeven. Volgens mij waren die eigenaren, dus de mensen die serie gemaakt hebben, op een gegeven moment waren ze er ook niet zo blij mee. Nee. Is er een beetje beef ontstaan. En ik denk dat daarom dat ze het niet meer, dat ze het of zelf doen of dat het niet meer gebeurt. Je zei het net al, omslag van fruitig, vrolijk en vooral heel veel zonnige games naar langzamerhand wordt het wat grittier. Ja. James Bond, Everything or Nothing. Ja, heel vet. Ook dit is weer zo'n game die, als je het nu gaat terugkijken, dit was. Kijk, je moet ook voorstellen, je bent op een leeftijd, ik denk dat ik hier 15 was of zo. Dus het is ook een beetje wat je krijgt en wat je ziet. Ja. Dus je hebt niet de beschikking tot alle games die bestaan. Nee. En ouders denken, Joey die vindt James Bond vet. Ja. Hier is een James Bond game, die kopen we. Waar het wel voor mij echt een beetje symbool voor staat, is gewoon de PlayStation 2 era of movie games. Mm-hmm. En voor mij zit er, en dit is een hele goeie. Ja. Ik vind dit een vette game. Je ziet het ook in de beelden. Het had elke missie was weer anders. Ja. Automissies. Het vuil verschillende. Alle James Bond dingen zaten erin. Ja. Dus het begon met de scène waarin hij de gun barrel shot deed. Ja. Dan kwam er een liedje, zoals het hoort. Split screen. Dat heb ik dan niet gespeeld. Dat was echt puur die singleplayer. Yeah. Dus er zit wel een stukje mijn liefde voor singleplayer. We gaan later natuurlijk daar ook nog naar de verhalende game zit hier wel echt in. En Willem Dafoe was de bad guy. Ja, klopt. Heidi Klum zat erin volgens mij. Of in ieder geval een knappe vrouw. Ja. Yeah. En dit staat symbool. Maar dit staat symbool voor bijvoorbeeld de Lord of the Rings games. Mm-hmm. Die toen, weet je, op die leeftijd is gewoon, je wil gewoon kunnen spelen wat je ziet. Volgens mij simpel. Misschien kan ook PlayStation niet. De Godfather is op een gegeven moment ook uitgedaan. Godfather. Er was een heleboel en die was niet zo goed. Het was een beetje hit en miss. Ja, maar er zaten pareltjes tussen. Pet Neo, kan ik me herinneren. Vond ik een hele vette game. Ook wel grappig dat
ik ben geen James Bond fan. Mijn vriendin wel, die kijkt ze allemaal. Maar mm-hmm. ik weet wel, laatst is er weer een Bond game, een Bond film uitgekomen. Ja. Een hoop op release. Het is niet meer een media ding, maar in die tijd een nieuwe James Bond, dat was voorpagina nieuws. Dat, ja. Daar werden dus ook games van gemaakt, want ja, er gingen de tientallen miljoenen mensen, dus verkocht je ook gewoon tientallen miljoenen games als het ware. Ja, maar wat vet was aan deze, en dat is natuurlijk wel iets wat doorgezet is in de volgende generaties, is dat het niet gebaseerd is op één film, nee. Maar het was een soort van zijn eigen film. En je had de laatste Pierce Brosnan film is Die Another Day. Mm-hmm. Dat is verschrikkelijk. Dat kan je niet, daar kan je niet naar kijken. Nee. En, hij was niet de beste Bond. En dit is volgens mij daarna uitgekomen, dus dit is voor mij gewoon, die film is niet gebeurd. Dit is de laatste Pierce Brosnan film. Okay. En dit was gewoon vet. Ja. En het was inderdaad heel erg hit or miss. En op mijn leeftijd toen vond ik het altijd vermakelijk om de herkenning te zien. Maar mm-hmm. de pareltjes pak je er dan wel uit. Want dit weet ik nog gewoon, dit was goed. Ja. En dit vind ik nu dus ook nog steeds vet om terug te zien. Oké, dan gaan we naar de PlayStation 3. Opmerkelijke game. Want ja, ik praat even vanuit de criticus. Mm-hmm. Deze game werd niet mega goed ontvangen. Ook niet slecht. Nee. Maar als we over het cijfertje hebben, een beetje een zeventje. Heavenly Sword. Ja. Ja, dit was rood, dame met rood haar. Dat weet ik nog. Ja. Nou, ik heb dit om verschillende... Kijk, 8 games kiezen is heel lastig. Ja, nee, zeker. En ik zat op een gegeven moment... ik had God of War erin staan. Ja. Ah, PlayStation 2 versie. Jezus, wat een goede game. Dat was inderdaad... Dat was echt een ervaring. Ja. En ik had Motocross erin staan. Motorstorm. Sorry. Motorstorm, ja. En ja. Mijn eerste PlayStation 3 ervaringen waren deze game, Heavenly Sword. Ja. En Motorstorm. Want die kwamen ook bij launch uit. Ja. En wat ik mij dus nog kan herinneren is dat het de laatste keer is dat ik echt ben weggeblazen van wat graphic-wise gebeurde. Van de PlayStation 2 naar de PlayStation 3. Ja, dat was gelijk. Insane. Ja. Dat was een enorme overgang, ja. En dat heb ik daarna nooit meer gehad. Nee. En daarvoor had ik eigenlijk Motorstorm dus gekozen. Ja. Ondanks dat ik het ook een hele vette game vond. Gigantische arena's, modder. Koos je voor een modder of voor een motor of voor een tractor. Dat vond ik heel vet. Maar deze game had ook die pracht en praal. En daarom waren er eigenlijk ook die zeventjes. Het was niet zo'n hele goede game, maar hij was wel heel mooi. Het was style over matter. En wat die voor mij dan een beetje symboliseert, is het is een beetje een God of War rip-off. En ik wilde gewoon heel graag wel God of War benoemd hebben. Dus dit is voor mij eigenlijk God of War en Motocross. Motorstorm, sorry. In een game. En weet je, ik heb me er wel mee vermaakt. En het zag er zo... Dit was zo mooi voor mij. Ja, dit was bizar wat ik weet het. En ik vind het nog steeds wel gewoon... Het is nog steeds een prima game. Er is zo vaak ook weer... Of ze wel of niet een vervolg hier... Gaan ze er nog wat mee doen? Ik ben ook even kwijt wie dit nou gemaakt heeft. Want volgens mij is het wel een studio die nu andere dingen doet. Nou, je weet, kan je het even googlen op je telefoon. Ja, wie dat gedaan heeft. Ik weet nog wel dat... En volgens mij was het op de E3 dat ik deze game zag. Dat we deze game zagen met de andere Game Kings. En dat als je had van holy fucking shit, wat is dit? Dit was misschien wel een van de games die we het meest, most anticipated noemen dat al. Van dit is grafische vooruitgang, souplesse, de animatie die mooi. En dat had Motorstorm ook. Alleen dat is natuurlijk race. En race is altijd een beetje niche. En deze game heeft het niet helemaal waargemaakt. Volgens mij was in die tijd dat je dan ook nog Resistance. Dat was dan een andere game. SOCOM deden ze nog veel mee. Ja. Daar was jij minder van. Het was Ninja Theory trouwens. Ninja Theory, ja. Die maken nu die schitterende games voor Xbox. Ja, ik weet niet wat daar gebeurd is. Ik denk dat PlayStation ook niet per se heel blij was. Ik denk niet dat dit goed... Nee, dit heeft niet goed verkocht, nee. Nee. Wat was je vraag? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Ik was eigenlijk de tijd aan het volgen. Nee, dat minder mijn ding was. Ja, ik had gewoon... shooters was echt iets wat ik bij vrienden speelde. Oh, dat speelde okay. ik niet thuis. En ik weet niet... ik weet wel waarom eigenlijk. Omdat ik het gewoon chiller vind om een character te zien in beeld. Ja. Oké, okay, ja. Dan dat ik alleen een pistool zie. Want dan ben ik het zelf. En ik wil niet per se heel veel mensen doodschieten. Nee, dit is wel hack and slash. Ja. Ben je dan ook iemand die bijvoorbeeld graag een Dark Souls-achtige uitdaging aangaat? Of speel jij, is het je meer... Crash Bandicoot 4 is mijn Dark Souls-achtige uitdaging. Ja, precies. Ik heb ervoor gekozen om niet tot het einde van de PlayStation 3 games uit te kiezen. Ja. Kunnen we later nog een keer een andere doen? Maar PlayStation 4, bijvoorbeeld The Witcher. Nou, dat is dan niet per se zo moeilijk, maar wel dat hack and slash elementen. Het zit er wel ergens in. Nou, ik bedoel meer van, waar haal jij voldoening uit. Kijk, ik ben aan de ene kant, heb ik een competitief element. Ik wil altijd 1, 2 games ook echt heel goed kennen. En dan wil ik ook met de top meestrijden. En voor de rest...
wil ik vooral mooi game. Ja, dat, ik noem dat mooi game. Dus ik heb heel graag dat de game mij het gevoel geeft... holy fuck, wat ben ik een brede gast nu, weet je wel. En deze game doet het. Het is niet te moeilijk, het is ook niet te makkelijk. Nee. Skate en Steven, die gaan echt voor de ultieme frustratie-challenge. Het moet pijn doen. Het moet, je moet het idee hebben, ik kan dit niet. En dan dat toch overheen. En dan heb ik zoiets van, ja, maar dan is het voor mij geen spelletje meer. Dan wordt het een soort van huiswerk doen. Ja, nee, dat heb ik ook. Ik heb dat competitie-ding, dat heb ik, ja, daar ben ik heel ouderwets in. Maar dat heb ik het laatste ook al bij de Vanguard Review even over gehad. Ik ben meer, ik doe dat liever met mijn vrienden op de bank. Ja. Ik wil gewoon naast me iemand, weet je, dat vind ik leuk. Maar als iemand aan de andere kant van de wereld mij verslaat, ken hem niet, interesseert me ook niet zoveel. Nee. Nou, mijn challenge haal ik dan enigszins uit meer uit dus de platformer games. Mm-hmm. Daar zit gewoon dan de moeilijkheidsgraad zit hem niet zozeer in het einde van het level halen. Maar vaak wel, als je alle doosjes wil of zo. Ja. Crash Bandicoot kan daar best wel een uitdaging in zitten. Ja. Dit soort games speel ik gewoon omdat ik een vet verhaal wil beleven. Ja. En wil relaxen. Dat is dan mijn... dat zijn, en dan komen we ook wel uit bij de volgende game natuurlijk. Ja. Uncharted, X Fortune. En dat is weer mijn... Ik heb inderdaad een ding voor eerste games. Het is de eerste keer... Ik weet dat dit niet de beste is. Nee. Maar dit was ook weer zo'n moment dat ik dit zag. En dat verhaal... Ik ben groot Indiana Jones fan. Okay. Tomb Raider had er ook in gekund. Maar dit was voor mij... Hier kwamen die twee werelden samen. Tomb Raider en Indiana Jones. En een episch verhaal. Kijk. Ja, dit is mooi. Dit is zo vet. Ik had wel het idee dat het mooier was dan nu in mijn gedachten. Maar dit ziet er wel heel mooi uit. PlayStation 3. Ja, ik ben een groot fan... van Naughty Dog vanaf Uncharted. Dus The Last of Us, ik weet dat jij dat ook een hele goede game vindt. Mm-hmm. Maar dat is dan misschien voor een later, omdat dat PlayStation 4 is. Doen we nog een keer een Volgens mij kan die eind PlayStation 3... Ik had hem op de PlayStation 4 inderdaad. Dit is wel heel avontuurlijk. Het grappige is dat ik dit wel leuk vind. Ik ben geen Indiana Jones fan. Mm. Maar deze game was... Ik hou ook heel erg van lineaire games. Ik hoef helemaal niet die open wereld, hoor. Ik bedoel, een Jelle die wil vooral zelf exploreren. En ik heb zoiets van, laat die regisseur maar zijn briljante visie. Net als een boek of een film, neem mij maar mee. En ik wil wel tijdens die reis het gevoel hebben dat ik iets gepresteerd heb. Dat ik mijn best heb moeten doen. Nou, deze game had het altijd. Het was niet te moeilijk. Nee, het was ook zeker niet makkelijk. Nee. Je deed wat en dan had je een schitterend moment met een soort van epische climax. En dan ging je weer verder in het verhaal. Er zat humor in. Wat ik lastig vind aan, of het verschil, wat ik fijn vind aan dit soort games. Als een open world, bijvoorbeeld Red Dead Redemption. Ik vind het heerlijk om daar in te lopen. En ik vind het super vet dat het random gebeuren. Dus dat er ineens iemand vergiftigd is door een slang die je moet redden of door zijn hoofd moet schieten. Ja. Of dat je aangevallen wordt door een beer als je een huisje loopt. Vind ik heel vet. Wat het probleem is dan, ook ondanks dat ik het heel vet vind hoor, is dat je wel op het moment dat het verhaal verder gaat, word ik daar uitgehaald. En vice versa. Mm-hmm. En dit geeft me wel gewoon van, het is wat het is. Heb er, het zal zijn 10, 12 uur, heel veel plezier mee. Ja. En het is precies wat we willen dat je krijgt. En dat vind ik hier wel en heel alles doet het toe. In die zin van, het is niet dat er bij Red Dead de dingen die je doet er niks toe doen. Maar ik hou niet van nutteloze shit van, ga nu je paard kammen. Of ga even een donut halen bij daar. Want je moet wat eten. Weet je? Ik wil gewoon dat verhaal. En dat verhaal bestaat uit luisteren naar, reizen naar, vechten met en iets vinden en puzzelen. En dan ga je door. Maar ik vind het heel vet dat je je paard kan kammen. Ja? Maar als het moet... Moet wel vaak. Ik heb dus pas redelijk recent Zelda Breath of the Wild gespeeld. Ja. En ik ben een beetje, sindsdien ben ik een beetje in de war over mijn standpunt. Want ik had altijd zoiets van, Red Dead wil ik eigenlijk nul uitleg. Ik wil doen wat ik wil. Ik wil geen puntjes op de map. Ik wil eigenlijk niet eens een map. Ik wil gewoon gaan. En dat er een verhaal super, in ieder geval gevoelsmatig, random zich afspeelt. Bij Breath of the Wild is dat een beetje. Ja. Ik gooi je in de wereld en zoek het maar uit. En dan mis ik af en toe toch wat directie. Dus ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik me daarover voel. Maar wat ik in ieder geval heel erg vet vind aan dit, is dat het inderdaad een pakket is. Naughty Dog heeft hier verschrikkelijk goed over nagedacht. Ja. En er zijn er weinigen die het zo goed kunnen als Naughty Dog om een... En misschien kunnen we wel zeggen, er zijn er weinigen die het zo goed doen als PlayStation. Mm-hmm. Verhalende games die 10, 15 uur duren. En ik noem het altijd gewoon Hollywood blockbuster, weet je wel? Ik bedoel, je speelt het waarschijnlijk... Ja, ik speel bijna nooit games een tweede keer, maar dat komt omdat ik zoveel krijg. Mm-hmm. Maar dit is een game die je ook nog een tweede keer kan spelen. Maar dan houdt het op, want er zat hier ook op de multiplayer bij, Vanaf deel 2 was dat volgens mij. Ja, ik ben heel benieuwd wat hun volgende stap gaat zijn. Ze gaan geen nieuwe Jack and Dexter maken helaas, want dat zou ik heel vet vinden. Ook geen nieuwe Uncharted, maar Uncharted schijnt wel door te gaan. Dat vind ik dan Maar wat ze wel probeerden, want ik vond Lost Legacy...
Legacy? Lost Legacy. Vond ik een hele vette game. En in 4 ook al een beetje. Ze probeerden iets meer een open wereld af en toe. Heel stiekem, heel voorzichtig. Voorzichtig een open wereldje. Maar, dus, denk je dat deze serie gemaakt kan worden door een andere partij? Want dat is het. Volgens mij, Naughty Dog wil het niet meer. Volgens mij hebben ze ooit een PSP-game door een externe partij laten maken. Dat vind ik dus eng, want het is wel gewoon de briljantie van die mensen die daar werken. Ik denk dat je hiervan af moet blijven. Ik denk ook wel dat het heeft enigszins ook wel zijn tijd gehad. Je had het net over, ja, heel veel is nu open world. Dus de volgende stap is denk ik dit, zo'n solide verhaal kunnen vertellen in een open wereld. En ik hoop dat Naughty Dog dat kan doen. Maar dit, het is wel, als je dit nu gaat spelen, het is ook wel heel recht toe, recht aan. Maar voor toen was het zo'n episch avontuur. Is dan ook Assassin's Creed, dat soort games? Ja, vroeger. Ik had ook de eerste keer Assassin's Creed, ook mijn kop ontplofte. Dat is ook zo'n PlayStation 3 moment wat ik me echt nog herinner. Die riddertijd en dat je die stad voor het eerst keer van boven zag. Dat was briljant, dat was geniaal. Maar het is voor mij nu al te lang een herhaling van zetten. Maar dat is het ook van wat ik het sterke van Naughty Dog vind, als ze tenminste hun poot stijf houden. Want het kan ook zomaar zijn dat Sony zegt, godverdomme, je gaat maken ook, want dan verkopen we misschien weer wat. Ze zeiden gewoon, het is klaar. We hebben het avontuur verteld. En dat heb ik natuurlijk ook. Kijk, deze man, wat hij kan, is klimmen, klauteren en ontdekken oude steden. En we hebben alle oude steden nu wel gezien, weet je wel. Of het nou in de sneeuw was of in een jungle. Dus de volgende keer wordt weer een beetje hetzelfde verhaal. Dan zou ik eerder zeggen, maak een nieuw character. Want dan heb je ook een hele nieuwe backstory die je kan vertellen. Dat is het probleem met Assassin's Creed. Van die oude Assassin's Creed waren waanzinnig. En op een gegeven moment zijn ze gaan vernieuwen. Want je moet meegaan met de tijd. Mm-hmm. En dan wordt het opeens een enorme zandbak. Die ik steeds niet uit kan krijgen. Omdat het gewoon veel te groot is. Zelf ook een beetje in de vingers gesneden, denk ik. Met die tweede wereld die er dan weer naast lag. Waar ze op een gegeven moment een beetje mee in de knoop. Maar wat ik. Want het moet meer en het moet groter. Naar mijn grote vriend Crash Bandicoot kijkt. Die is natuurlijk na 3 delen en mega race game. Weggegaan bij Naughty Dog. Ja. En die is toen cross-platform gegaan. En er zijn echt ongelooflijk veel scheid Crash Bandicoot games geweest. Ja. Nou, nu. 4 was echt een spirituele opvolger op deel 3. Mm-hmm. Daarom heet hij ook Crash Bandicoot 4. Maar het was eigenlijk Crash Bandicoot 28. Ja. En daar zag je dat er weer een developer was die liefde had voor het origineel. Ja. En dat in een nieuwe game heeft gestopt. Ja. Als er een partij Uncharted koopt om gewoon te cash grabben, dan hou ik ook mijn hart vast. Maar is er nog wel markt, ga ik niet zeggen. De platformers hebben het moeilijk de laatste jaren. We hebben inderdaad, laatst hebben we wel Ratchet & Clank gehad. Ja. Er zit nog steeds platform element in. Half shooter. Half shooter geworden. Had het al wel geweest. Die Crash Bandicoot inderdaad, die het laatste is geweest. Ik vond hem wel oké, maar het was niet top notch. En Nintendo is de enige partij die nog echt wel platforming doet. Mm-hmm. Maar andere partijen, net als de point and click, het is weg of het is indies. Want bij indies zit nog wel heel veel platform actie. Ja. Check jij dat dan? Nee. Of is dat gewoon te arty-farty? Of zie je het gewoon niet? Nou, ik zie het ook niet per se altijd voorbij komen. Je had een tijdje ook die Banjo-Kazooie of zo. Ja. Heet dat? Nee, Ukulele. Ukulele, ja. Ja, dat is dan, dat was een soort van Indie Ghost AAA. Ja. Maar dat was het dan ook niet voor mij. Dus ik heb ergens wel die State of the Art shit nodig. Kijk, Uncharted is natuurlijk ook in a way een platformer. Mm-hmm. Daar zit het ook wel enigszins in. Maar ja, het wordt minder. En dat vind ik jammer. Maar volgens mij heeft Crash Bandicoot 4 het ook best wel goed gedaan. En voor degene die ervan houden, het was wel wat ik. Het was heel erg wat ik zocht. Oké. Ja. Dus ik was daar heel erg blij mee. En ik hoop, Crash Bandicoot 5 komt er dan vast. Want volgens mij heeft hij het prima gedaan. Het is een Activision game. Nu weet ik het 100% zeker. En dat komt van Activision vandaan. Ja, dat is altijd lastig met Activision. Of die game, of dat bedrijf inderdaad überhaupt nog bestaat. Met al die ellende. Ja, dat is waar. Leuk. Nee, nou, ik denk dat we inderdaad weer met z'n allen veel meer weten van jou. Achtergrond. Ik denk dat ik er nog een keer eentje maak over, weet ik veel, over een maand of over 2 maanden met de wat nieuwere games. Ja. En dan kijken of dat ook een beetje evolved naar andere kanten doet. Ik ben iets volwassener geworden. Dus je bent iets volwassener geworden, maar in ieder geval dus platformen, dat vind je leuk. Action adventures met een beetje hack and slash. Maar een verhaal. En een verhaal. Het moet geen Dark Souls zijn, maar dan weet je in ieder geval waar je Yui de komende tijd kunt verwachten.